Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag naar Duitsland toe. Ik ga naar Meppen en dan ga ik naar de DM. Ik heb er mega veel zin in. Ik ben er. Oh mijn god, wacht. Laat ik even de deur dicht doen. Momentje. Het is lekker aan het waaien buiten. Ik ben dus nog nooit bij de DM geweest. Shame on me. Mijn vriendin die gaat daar echt super vaak heen. En elke keer stuurde ze filmpjes of liet ze zien wat ze had gehad. En ik dacht echt... Ik moet daarheen en ik roep echt al 3 jaar dat ik erheen wil. En vandaag is het eindelijk tijd dat ik erheen ga. Mocht je de DM niet kennen... kennen? De DM is eigenlijk een soort, ja, ik noem het gewoon een soort kruidvat, ethos. Eigenlijk heb je er voor alles, maar dan goedkoper. Want in Duitsland is het vaak gewoon wat goedkoper. Dus echt super leuk. Ik ga jullie vandaag lekker meenemen daar naartoe. Ik heb ook gehoord dat er al adventkalenders zijn. Dus daar ga ik lekker ook naar kijken. En ik ga niet alleen, want ik ga met Danielle van Make Me Blush. Echt super leuk. We hebben vorig jaar al wel eens een paar keer gefilmd samen. Op haar kanaal, maar ook op mijn kanaal. Ze heeft dus ook een YouTube kanaal. Ik zal anders haar YouTube kanaal in de beschrijving even linken. Maar met haar ga ik lekker naar de DM toe. Dus helemaal zin in. Oké, ik doe even mijn parfum op. En dan moet ik ook zo gaan. Want voor mij is het dus 1 uur en 20 minuten rijden. Terwijl ik best wel, nou ja, eigenlijk niet. Ik woon wel in Twente, maar ik woon niet per se heel dicht bij de grens of aan de grens. Ik doe trouwens dit geurtje op. Dit is echt mijn nieuwe favoriet van Ellie Saab. Dat is deze. The Girl of Now. Echt bizar lekker. Echt zo'n lekkere herfstgeur. En dan 90 milliliter. Oh. En dit is de outfit die ik vandaag aan ga doen. Het is, nou ja, niet heel koud. Wel een beetje fris, dus ik dacht ik doe een trui aan met een rok. Ik heb namelijk deze gele, ja, pastelgele trui aan van Colorful Rebel. Echt super cute. En dan deze rok. En die hadden ze dus zo bij elkaar gesteld op de website. Deze is ook van Colorful Rebel. Want het is dezelfde kleur geel. Dus dat vond ik wel heel leuk. Ik doe er nog even schoenen onder. Ik heb nu alleen nog mijn sokken aan. En dan ga ik er vandoor. Dus als jij zin hebt in deze video, in deze shop with me, maar dan een soort van vlogstijl, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En je kijkt trouwens nu naar de tweede video of aflevering van mijn serie Cozy. Dat is dus een serie die ik in heel erg oktober doe. Wat gerelateerd is aan herfstvideo's, maar ook gezellige video's. Dus ja, ik zal even de video waar ik het uitleg hierboven of hierboven, het blijft moeilijk, linken. Dan kun je die even bekijken en dan ga ik snel rijden. Of nou ja, niet snel rijden, maar je snapt het. Nou, zelfs mijn auto die is helemaal klaar voor je. Dit is een geurzakje. Echt zo lekker is deze. Het ruikt echt heel lekker herfstig naar kaneel. Oké, ik ben er. Ik moet natuurlijk een mondkapje op, dus ik weet niet of je me hoort. Maar ik ga nu even wachten op Danielle en dan gaan we lekker de winkels in. Maar je hebt hier echt vet veel leuke winkels. Echt heel leuk. Dus ik ga even kijken. Hier zo zie ik allemaal kerstdingen. Dus ik denk dat we hier straks ook nog wel even gaan kijken. Kijk hoe leuk. Ik ga hier zo echt even naar binnen nog. Nou, we zijn nu in de DM en ik zie allemaal adventkalenders. Echt super leuk. Ik weet nog niet, wil jij nog iets meenemen? Ja, ik twijfel nog een beetje, maar deze ziet er heel gelijk uit. Oeh, MYX, inderdaad. Catrice, ga je dat unboxen? Ja, lijkt me wel leuk. Die ziet er ook leuk uit. Ik dacht nog, misschien ook nog wel leuk om iets mee te nemen voor mijn vriend. Maar ik heb geen idee. Je hebt hier dus van die bananenmaskers van Garnier. En ook die shampoo. En dat blijkt echt super goed te zijn voor je haar. Dus ik heb deze in mijn mandje gedaan. Zitten hier parabenen en zo in? Volgens mij niet. Oh, chill. Volgens mij is hier ook vegan en zo. Maar 4 euro. Ja, inderdaad. Wat is dit? Het is misschien ook wel leuk voor een adventkalender. Dit zijn van die maskers. Die doe je op je hoofd. En dan zit er ook echt nog van het spul in of zo. Avocado. Oh ja, nee, ik vind die wel het mooiste. Ja, dat vond ik ook, ja. Even kijken, ze hebben hier dus... Was dit nieuw? Want jij weet dat dan ja, wel. Ja, deze was nieuw inderdaad. Zo'n nieuwe oogschaduwpalet ook. Dat is deze. Zo mooi. En ik heb deze ook al meegenomen. Maar die heb ik dus al. Dat is ook zo'n vet mooi paletje. Deze
zijn. Ebelin? Ja. Is dat van DM eigen? Ja, klopt. Ah. Zuigt die lekker zeg maar op? Ja. Maar niet dat hij te veel... Oh. Dit heb ik altijd. Hier zijn ook nog allemaal tasjes. Make-up tasjes of zo. Huh? Wat grappig. Van koffie gemaakt. Die is op zich ook wel leuk. En nog wat pakjes. Deze is mooi. Kijk nou. Van DM eigen merk. Hoe duur is dat? €4,95. Oh. Oh. Wat is dit? Een winterverpakking en dan wil ik het al hebben. Terwijl ik niet eens weet wat het is. Dat is echt typisch Floor. Is dit iets voor in een bad? Vet leuk. Oké, ze hebben hier dus nog meer dingen wat je in je bad kan doen. Maar alleen al die verpakkingen... Daarom wil ik ze hebben. Vet leuk. Oké, we gaan nu even hier kijken. Hier heb je echt allemaal kerstdingetjes en herfst. Moeten we een mandje, denk ik? Ja. Oeh. Het is echt zo'n floorwinkel. We zijn nu hier, geen idee. Maar je hebt hier dus 40% korting. En daar heb je dus die Janky Candles. En die zijn zo ontzettend lekker. Dit is dus Christmas Cookie. En dan is die nu €15,60. Mega lekker. Ga je hem doen? Ja, ik denk het wel. Hij is echt lekker. Ja, ik heb hem thuis al. Maar het is echt een van mijn favoriete geuren van Janky Candle. En nu in de sale, dus dat is wel leuk. Dit paletje hier is ook echt prachtig. Van Art Deco. Heel mooi. Of deze. Verpakking alleen al, zo leuk. Oké, we zijn nu in een winkel. Ik weet niet eigenlijk meer hoe het heet. Oeh, je hebt hier ook nepbloed. Ik heb dat nog. Maar allemaal Halloween dingen. Dat is wel grappig. Als je een Halloween feestje gaat geven, heb je ook wel grappige dingen. Nou, we zijn best wel goed geslaagd. Ik heb een tasje vol. Ik zou het thuis even laten zien. Ja, echt vet leuk. En nu gaan we even naar het centrum lopen. Toch? Ja. Dat is hier dichtbij als het goed is. En dan gaan we even kijken of daar nog leuke winkels zijn. Deze ziet er ook vet mooi uit. Ik ken het helemaal niet. Ik ook niet. Heel mooi. Deze lijkt me ook wel mooi. Van Art Deco. En ik neem deze nog mee. Van Essence, de adventkalender. Terug van de DM. Het was echt mega gezellig en mega leuk. Ik ben namelijk super goed geslaagd.
wel ben ik één ding kwijt of zo. Het staat ook niet op de bon. Dus ik denk dat het gewoon is blijven liggen in een winkelmandje. Dus dat vind ik wel heel jammer. Want dat was voor een adventkalender voor mijn zus. Maar ja, dan scoor ik dat nog wel misschien een andere keer als ik terug ga of zo. Maar het was zeker een aanrader. Dus ik ga jullie nu even laten zien in de shopblog wat ik nou allemaal heb gekocht. Ik begin wel gewoon met het eerste. En dat was in die winkel Müller's of Müller. Dat is dus ook een drogist. En daar heb ik deze adventkalender gekocht van Essence. Dit is eigenlijk een cadeautje voor iemand. Dus die laat ik ook lekker in de verpakking. Maar ja, echt mega leuk. En mocht je deze wel willen zien wat hier allemaal in zit, heeft Danielle hier een video over gemaakt. Dus check haar kanaal zeker. Dus dat is deze adventkalender. Die was 25 euro van Essence. Super leuk. Dan gaan we nu naar DM. De dingen wat ik heb gekocht. Daar heb je ze echt mega leuke dingen. En ook echt voor een goed prijsje. Nou, ze hadden dus echt heel veel winter- en herfstverpakkingen en dat soort dingen. En ik heb daar echt een zwak voor. Ik wil dat dan gewoon gelijk hebben. Dus ik heb als allereerst van Knijp deze, ja, een soort van douchespul wat je in het bad kan doen. In ieder geval, hier staat crème bad. Ja, dit giet je gewoon in je bad en dan heb je gewoon een lekkere geur ook. Dus dit is echt helemaal geweldig. Dit is in de geur wintergevoel. Maar kijk nou hoe het eruit ziet. Het ruikt ook heel erg naar kaneel. Dus ja, deze moest ik gewoon hebben. Ik zou de prijzen hier in beeld doen. Dan heb ik van Balea deze haarolie. En deze ga ik in de adventkalender van mijn zus doen. Die ik dus zelf ga maken voor haar. Echt heel chill. Balea heb je dus alleen hier zo in de DM of in Duitsland. Dus ja, hier ben ik wel heel blij mee. Dus dat is deze haarolie. Nou, dan heb ik dus echt iets gehaald. Dit moet je gewoon halen als je bij de DM bent. Niet normaal. Deze heeft volgens mij Danielle ook meegenomen. Maar dit is dus zo'n shower gel waarmee je lekker jezelf kan schoonmaken. In de geur Winter Fairy Tale. Oh, echt love it. Ik moet gewoon alles hebben wat winter- of herfstgeuren heeft. Het is echt verschrikkelijk, maar echt zo lekker uit dit. Oh, heerlijk. Dat is dus deze. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dan heb ik dus nog die bananen conditioner of haarmasker gekocht. Het is ook best wel een hele flinke grote pot. Maar Danielle vertelde mij dus dat dit echt super chill werkt. En gewoon heel fijn is voor je haar. Maar dit was volgens mij ook echt zo'n TikTok trend. Dus ja, het ruikt echt heel erg zoet. Maar ik ben hier wel heel benieuwd naar. En vooral als iedereen zegt dat dit echt heel fijn, dat dit een heel fijn product is, dan moet ik het gewoon testen. Dus dit is een Garnier bananen haarmasker. En ja, dit blijkt dus echt heel erg goed voor je haar te zijn. En je hebt ook echt een mega pot. Dus hier ben ik ook heel blij mee. En deze kun je ook alleen in Duitsland of bij de DM halen. Dan heb ik dus nog een beauty blender gekocht van DM eigen merk, geloof ik, van Evelyn. Geen idee. Maar ook Danielle vertelde hierbij weer dat dit super fijn, dat dit een hele fijne beauty blender is. Dus die moest ik gewoon testen. En ik ben op zich wel aan vervanging toe, dus dat is die. Dan heb ik nog badzout gekocht. Deze voor in de adventkalender. Echt heel erg lekker. Die was maar 95 cent. Dus dat ziet er gewoon gezellig uit. En deze gingerbread voor in je bad. Nou echt helemaal geweldig. Ik heb nog mijn favoriete Sky High van Maybelline meegenomen mascara. Die kost hier in Nederland iets van 16 euro en daar was het 10 euro. Dus ja, hier ben ik gewoon ontzettend blij mee. Gewoon even een backup. Dan heb ik nog deze limited edition van Dove meegenomen. Hier ben ik echt heel blij mee. Kijk nou, dit ziet er toch geweldig uit. En dit is dus de geur, wat is het voor geur? Winter Ritual. Maar echt heel lekker is deze. Dus deze is wederom weer voor onder de douche. En dan heb ik als laatst deze oogschaduwpalet van Essence meegenomen. Wat je ook in de winkel kon zien. Deze blijkt ook echt een hele mooie pigment te hebben. Dus hier ben ik echt ontzettend benieuwd naar. Maar echt hele mooie kleurtjes. Dus die heb ik ook nog meegenomen. Dus dat is eigenlijk alles wat ik heb gekocht en meegenomen. Dus ja, ik ga het lekker allemaal testen en gebruiken. Je gaat het vast allemaal zien in de vlogs die er nog aankomen of in andere video's. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie tot de volgende cozy video. Doei doei! 'Cause I've always been told that things will unfold.